165 van deze bloemenkarren. Twee grote vrachtwagens en nog een extra vrachtwagen met fietsen en twee grote zeecontainers zijn hier sinds vanmorgen 5 uur uitgeladen. Om te zorgen dat de 80 kramen volgezet kunnen worden met alle aardigste tweedehands spulletjes. En de verkoop die start om 9:30. Diederik, je staat hier bij wat vroeger high-tech was. Tegenwoordig is het afgedankt voor een rommelmarkt. Het is ongelooflijk maar waar, Marien. Het is geweldig wat we hier tegenwoordig allemaal binnenkrijgen aan spullen. Je ziet ook dat de kwaliteit ook steeds beter wordt. Dus ik heb hele goede verwachtingen voor vandaag. Dit ben je in een half uurtje kwijt? Ja, dat moet wel lukken toch? Ja? Ja. Heb je het nou ook allemaal getest? Ja, het is zo waar dat we in de hele winter als spul binnenkomt, dat we die dingen gelijk ook testen. Dus dat is gegarandeerde rommelmarktkwaliteit, zullen we zeggen. En de garantie tot aan het hek? Tot aan het hek meestal, hè? Ja. Ook hier. U staat vol bewondering te kijken. Ja. Waar bent u naar op zoek? Nou, mijn hobby is bandrecorders en platenspelers, oude apparatuur, weer een nieuw leven te geven. Oké, dus ja, het... Dat ik hier even kijk. Dus u heeft zoiets van zo'n mooie platenspeler? Ja. 45, 33 toeren? Of 78 erbij. Komt u ze nog tegen, 78? Ik kom ze nog steeds tegen, ja. En dan geef je ze een nieuw leven als dat lukt. En doet u dat nou vaker of bent u echt voor... Alleen maar. Iedere week een rommelmarkt? Nou, niet elke week, maar van de kerkrommelmarkt is het de leukste, ja. Maar dat is maar een maand ongeveer, hè, april en mei. En dus u gaat de hele regio gaat u af en al die... Niet zo ver hoor, een beetje in de buurt. Okay. Dit is de verste, Nieuwekerk. Want waar komt u vandaan? Ik woon in Boskoop. In Boskoop? Ja, maar er zijn er nu 4 tegelijk vandaag. Dat is niet erg handig voor mij. Oké, een drukke dag. Dat is een hele drukke dag. Maar u staat in Nieuwekerk, is dat dan de beste? Dat is de grootste, ja. De meeste kans om iets, op iets moois? Ja, dat weet je nooit. Dat weet je achteraf. Oké. Een klein beetje handel? Nee, meer dan andere jaren. Het is, ik hoorde signalen dat op bepaalde onderdelen van de rommelmarkt iets minder was opgehaald. Wij zitten dit jaar nog met een kraam extra ten opzichte van vorig jaar. Nog meer boeken? Nog meer boeken, waarbij je wel moet bedenken dat wat hier staat, dat waren iets van 250 dozen. Maar er staan er al 113 bij het oud papier. Die komen niet eens naar de markt. Jan-Willem, wat heb je nou toch allemaal op straat gezet? Nou, we hebben de straat afgesloten. De bus die rijdt om en we hebben wat meubeltjes neergezet op de straat. Zit er iets bij voor je huiskamer? Onze huiskamer is al wat jaren geleden al gevuld, maar voor anderen is er zeker wat van gading, zeker wel. Bijzondere dingen tegengekomen? Ja, voor elk wat wils, hè. Ja, retro, modern, IKEA, oud, nostalgie, curiosa, alle soorten meubeltjes. Ja, wat je maar wil. Wat doet een beetje bankstel? Een beetje bankstel? Ja, dan moet je een bankstel zien of het een 1, 2, 3 zits is. En dat is een chemie die je hebt tussen de verkoper en de klant. Met nog 10 minuten de tijd neem ik even rustig de tijd om me voor te bereiden op een dag dat ik 1 keer in een jaar lampenverkoper ben. Welkom allemaal op de 37e rommelmarkt alweer. En we gaan weer een lekkere dag tegenaan met z'n allen. Prachtig weer, de hekken gaan open. En ik zeg hartelijk een goede zaterdag, hartelijk welkom op deze 37e editie alweer. Er is natuurlijk weer van alles te vinden, van alle hoeken en gaten komen de mensen bij op. Hartelijk welkom, goed dat u er bent, deze prachtige zaterdagmorgen. 40 kilo bloem hebben we, 2 boeren kannen melk, vers, en 140 eieren of 120 eieren, nou in ieder geval heel veel, voldoende. En, kijk, dat willen we graag horen, dank u wel. Thank you.
En ik zeg tegen iedereen die later is gekomen, goedemorgen en welkom bij deze prachtige, ruim opgezette markt. Met 80 marktkramen opgesteld en het terras. Natuurlijk gaat u zitten, zoek een plaatsje in de zon waar u zo gezellig zit. Dus het is heel leuk dat ik van de straat ben en dat ik een berg mensen blij maak met nieuwe apparatuur of vernieuwde, opgeknapte apparatuur. Nou, u zegt van de straat, maar kijk eens waar u op staat. Op de straat? Ja. Oké. En jullie ook een gezellige dag.